Samen. Ik zit zo te denken, hè. Kijk, gezien het feit dat ik de plaats die ik nu heb, al 3 jaar bezet, zou in het huidige rouleersysteem een overplaatsing naar een andere hogeschool best wel tot de mogelijkheden kunnen behoren. Dus ik zou ook kunnen opteren voor een interacademische positie met dezelfde voorwaarden. Maar dan een locatie naar eigen keuze. Dus we zouden kunnen kiezen voor een locatie bijvoorbeeld in Friesland of Groningen. Nog meer ruimte. Snap je? En ja, met dat in je achterhoofd zou misschien een broertje of een zusje voor Eva helemaal niet zo raar zijn, toch? Je begrijpt toch wel dat hoe je het nu brengt totaal onsexy is, hè? Ja. Nou ja. Ja, dat is wel waar, ja. Fijn. Ja. Maar desalniettemin, het hoeft ook niet nu meteen. Je mag ook wel eerst eventjes je boekje uitlezen. Thank you.